Tussentijd was 15 rond en de koploper is Dayton. Uitgeschakeld, nummer 1, 1 galop. Dayton leidt en inmiddels zijn ze halverwege de Tjaarderbocht al voorbij. Dayton, daarachter volgt u Stanley 3. Helemaal aan de buitenzijde komt Vertige de Vauvert. Dat is nou echt een koers voor Vertige de Vauvert, maar hij moet wel van heel ver komen. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Dayton leidt, u Stanley 3 op plaats 2. Classic Word heeft niets meer bij te zetten. Helemaal aan de buitenzijde komt nu Delicatesse aan. Delicatesse komt aangevlogen voor plaats 3. Meer zit er ook niet in. Dayton wint, tweede plaats in Stanley 3. Best gelopen. En daarachter op plaats 3 is Delicatesse. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door de 5 Dayton met Misha Brouwer. Tijd was 1.13.9. Tweede aankomende de 7, Stanley 3. Derde de 4, Delicatesse. Vierde de 6, Classic Word. Vijfde was de 8, Vertige de Vauvert. Zesde de 3, Valadas. En zevende de 2, Verso Bo. Mooi getimed, want daar is hij, Misha Brouwer. Dayton is een 5-jarige vosruin van Riosec uit Gidan d'Orizee. Frans gefokt in bezit van Stal PD. Trainer Bas Krebas. Bas nog altijd herstellende. En niet van de partij, maar hij zit ongetwijfeld te genieten thuis, Misha. Want ja, het is wel apart. Hè? Op zijn dag kan hij echt alles. Ja, hij is eigenlijk altijd wel goed. Alleen de laatste twee keer met bandenstart. Ja, ik denk, moet ik hem iets meer los proberen te laten. Ik denk dat hij dan wat beter wegloopt. Ook toen was hij al heel goed. Toen sprong hij. In Frankrijk ook. Dat hij 15-1 loopt, had hij ook een hele grote fout. Hij is eigenlijk altijd heel goed. Alleen zo moet je rijden. En ja, soms heb je net iets betere paarden. Ja, nou ja, 3 starts geleden liep je tegen Truman Deppe en Sardandin. Dan was dit inderdaad een opdracht die je meer op het lijf geschreven zou moeten zijn. Ja, zeker weten. Ik had eigenlijk gehoopt dat Delicatesse de kop nam. En ik Classic World voor kon blijven. Dat lukte niet. En ik weet dat ik gas moet geven, anders kom ik ook niet thuis. Ja, en dat heb ik gedaan. Ja, het maakt dus eigenlijk niet uit, hè, wat voor koersverloop je krijgt. Nee, ja, door zoals nu loopt hij ook hartstikke hard door. Ik moet gas geven, dat is altijd. Ja, goed gedaan. Dankjewel. Misha Brouwer, hij slaat hier toe met Dayton. Hij wint de Prix Ganymede, de trotteur van zijn Diamond Challenge voor de stal Krebas. Paard dat samen met Delicatesse geclaimd werd. Er was nog wel eens een onderlinge discussie wie nou de beste was van de twee. Ik denk dat Dayton dat vandaag toch bewezen heeft dat hij dat is. Want als zijn pet goed staat, dan is hij tot veel in staat. En daar gaf hij vandaag weer een demonstratie van weg. Hij gaat Misha's ereronde rijden. U kunt in de handen, dames en heren, voor geweldige winnaars van koers 2. Dayton, Misha Brouwer. Daar komt hij aan, dames en heren. Geef een applaus. Misha Brouwer. Gaat hij aan de buitenkant, Stanley 3. Wil de kop wel hebben, maar wat we vreesden gebeurt ook een beetje. Ze gaan mee aan de binnenkant. Delicatesse rijdt mee en in het midden van de baan is ook heel goed begonnen. Classic Word. Classic Word die zelfs sneller begint dan Stanley 3 en de leiding gaat nemen. Favoriet dus gelijk vooraan. Classic Word. Daarachter op de tweede plaats Delicatesse. Werd even teruggenomen. Verso Bleu had misschien sneller kunnen beginnen dan die paarden, maar daar zag John Dekker helemaal niks in. Die ligt gewoon netjes op plaats 3 aan de binnenkant. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En de buitenzijde komt naar voren Dayton. Achter Dayton aan gaat Stanley 3. Opening 1-10-4. Dat is lekker. En zo gaan ze op weg naar de volgende bocht. Bakker had al even over zijn schouder gekeken. En zag dat op de tweede plek inmiddels is uitgekomen Dayton. Dayton met aan de binnenkant erachter Delicatesse op plaats 3. Vierde Stanley 3. Vijfde aan de relingzijde is Verso Bleu. Daarachter volgt dan Age Postumus. Gaat naar het tweede spoor in de kleuren van Aldrik de Vries met Valet Das. Achter Valet Das volgt dan Vertige de Vauvert. En laatste aan de relingzijde is Kroatië d'Amour. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Als ze de finish passeren nog 1 volledige ronde te gaan. En Bakker controleert. Opening was 1-10. Hij moet wel een beetje door blijven rijden. Want aan de buitenzijde staat hij wel een beetje onder druk van Dayton. Tussentijd nu 1-15-9. Dayton wilde wel graag voorbij. Een halve lengte mag hij er voorbij, maar dan kun je nog niet naar binnen. Dat weet Bakker ook precies. Ze gaan de runnersbocht nu weer in. En dan komt straks Classic Word aan de binnenkant weer terug. Hij heeft een dichttrekhoofdstel. Dichttrekhoofdstel is nog open, dus als je daar straks een keer aan trekt, gaat hij nog harder. Maar daar heeft Dayton geen boodschap aan. Dayton gaat nu al voluit. Die heeft trouwens hetzelfde hoofdstel en ook die staat nog open. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Dayton aan de buitenkant is nu toch wel een beetje voorbij aan Classic Word. En nu helemaal.
Dayton, de nieuwe leider. Classic World op plaats 2. Aan de buitenkant Usten de Litri. Dat is een outsider in dit veld. En daarachter volgt Valerdas. En dat is een hele grote outsider. Daarachter aan de relingzijde Delicatessen. Daar wordt in de start van het veld naar voren gestuurd. Kroatië Damour. Kroatië Damour probeert naar voren te komen. Maar gaat van de benen. En zo gaan ze de laatste bocht in. Tussentijd was 15 rond. En de koploper is Dayton. Uitgeschakeld nummer 1. 1 galop. Dayton leidt en inmiddels zijn ze halverwege de Tjaardabocht al voorbij. Dayton, daarachter volgt u Stanley 3. Helemaal aan de buitenzijde komt Vertige de Vauvert. Dat is nou echt een koers voor Vertige de Vauvert, maar hij moet wel van heel ver komen. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Dayton leidt, u Stanley 3 op plaats 2. Classic World heeft niets meer bij te zetten. Helemaal aan de buitenzijde komt nu Delicatesse aan. Delicatesse komt aangevlogen voor plaats 3. Meer zit er ook niet in. Dayton wint, tweede plaats u Stanley 3. Best gelopen. En daarachter op plaats 3 is Delicatesse.